gesproken de afgelopen tijd over de Hameland. Logisch, want het bestuur van Hameland is voornemens de GR Hameland te ontmantelen en op termijn te liquideren. Dit is een grootse operatie dat veel geld kost en vooral veel mensen betreft. Mensen die onzeker worden van de voorgenomen ontmanteling. Want wat gaat er met hen gebeuren? Houden ze hun baan, hun geld, hun begeleider, hun werkplek, hun collega's? Er gaat verandering natuurlijk altijd gepaard met een vorm van onzekerheid. Onzekerheid is voor velen beangstigend. Dit betekent echter niet dat verandering slecht is of dat we niet moeten willen veranderen. Onze samenleving is immers een snel veranderende samenleving en over het algemeen genomen wordt het leven hierdoor voor de meerderheid steeds welvarender. Er wordt niet voor niets gesteld, stilstand is achteruitgang. Dat Hameland nadenkt over de toekomst en tot de conclusie komt dat zaken anders geregeld zouden moeten worden, is daarom helemaal niet vreemd en misschien zelfs wel logisch. Er zijn per januari 2015 nieuwe wetten gekomen, zoals de participatiewet. Hierdoor is de Hameland een sterfhuisconstructie geworden. Dus Hameland mag niemand meer aannemen. Er gaan wel mensen met pensioen, dus rond het jaar 2050 is er eigenlijk niemand meer die werkt binnen Hameland. De doelgroep die Hameland bedient, die SW-medewerker, blijft wel bestaan. Alleen noemen we het dan anders. Deze mensen moeten nog steeds zoveel mogelijk aan werk begeleid worden en hebben hier nog steeds begeleiding bij nodig. Alleen mogen ze niet meer naar Hameland. Het moet dus anders georganiseerd worden. Ook in Den Haag denken ze hierover na en weten ze dat transformatie, innovatie en herstructurering binnen de SW-bedrijven noodzakelijk is. Maar het kost ook geld. Via de motie Kerstens is hiervoor voor de arbeidsmarktregio 771.000 euro beschikbaar en via het Europees Sociaal Fonds is er 180.000 euro voor de arbeidsmarktregio Achterhoek verkregen. Den Haag spreekt wel steeds over de arbeidsmarktregio Achterhoek als één geheel en niet over de verschillende SW-bedrijven apart. Samenwerking in deze lijkt ons nog van wezenlijk belang. De vraag is eigenlijk, hoe moet het nu anders? Het stuk dat nu voor ligt vraagt ons in te stemmen met ontmanteling. Er staat wel een denkrichting voor de toekomst in, maar is niet concreet uitgewerkt. Dat geeft veel gevoelens van onzekerheid, vooral ook bij de medewerkers van Hameland. Het transitieplan is financieel gezien onvolledig en dat geeft een hoop risico's voor de gemeenten die in de GR Hameland zitten. Ik heb net gesteld dat stilstand achteruitgang betekent, maar je moet jezelf niet voorbij hollen. Ons inziens dreigt Hameland zichzelf voorbij te hollen middels deze, in onze ogen, snelle beslissing van ontmanteling en bij de transitieplan. Samen met andere fracties binnen de gemeente Aalten hebben we om Hameland te behoeden zichzelf erbij te rollen een amendement en een motie voorgesteld. We zijn niet per definitie tegen ontmanteling en we weten dat ontmanteling op zich geld kost. We willen echter wel kunnen overzien wat die ontmanteling precies inhoudt, wat ervoor terugkomt en hoeveel het gaat kosten. Voor zover. Van Alstede heeft eigenlijk de hele procedure al geschetst, dus dat wil ik ook wel achterwege laten. Ik kan u wel vertellen dat gemeente Blangen, ondanks het warme weer wat als zweetdruppels gaf, dit onderwerp ons nog veel meer zweetdruppels gegeven heeft. Hameland ontmantelen. Ja, eigenlijk een voortvloeisel vanuit participatiewet, wat net al genoemd werd. Maar moet het op deze wijze? Wij denken als gemeente Blangen van niet. En zou het misschien op een andere wijze ingevuld worden en misschien ook wel niet in zijn geheel ontmanteld behoeven te worden. Laten we daar in ieder geval een geluid geven waarbij de andere gemeente zal gaan landen. Want laten we eerlijk zijn, we kunnen hier roepen wat we willen, maar als we de andere gemeentes niet meekrijgen, hebben we daarin een hele zware dobber. Aalten geeft hier gelukkig raadspreker een duidelijk signaal af dat wij het anders willen dan nu voorgesteld. De onduidelijkheid die er nu is en er voorlopig ook nog blijft, dat kunnen we eigenlijk niet accepteren. Wij willen de wethouder of de AB-leden dringend verzoeken om een duidelijk geluid, ook al zal het lastig zijn wanneer de andere gemeentes een ander besluit nemen, om toch heel duidelijk daarin mee te gaan wat Aalten wil en ook daarvoor Aalten het beste voor Hameland eruit kan halen. Voor zover. Ja, voorzitter, onze fractie heeft ook na de luisteravond nog heel veel vragen over de ontmanteling van de gemeenschappelijke regeling Hameland. Dat er iets moet gebeuren, staat voor ons ook vast. Maar we vinden het principieel een verkeerde strategie om zo'n besluit te nemen. We praten over circa 1600 cliënten met een beperking die we als Achterhoeks gemeente toekomstperspectief moeten geven. Je gaat er niet eerst beleid ontwikkelen hoe we nu definitief verder moeten, hoe we de mensen zullen plaatsen, welke werkzaamheden verricht dienen te worden en welke scholings- en achtervangsoplossingen gaan wij bieden. Tot onze grote verbazing blijkt dat de wethouder een voorstel inbrengt waar hij niet achter staat. Moeten wij het dan wel goedkeuren?
De cijfers die genoemd zijn in het voorstel vinden wij boterzacht en staan ter discussie van alle partijen. Ook de rol van SDOA is in het geheel die taken zou moeten overnemen, komt niet of voldoende tot uiting. De plannen voor de ontmanteling worden niet gedragen door de OR en laten de cliënten in de kou stappen. Dit kunnen we anno het jaar 2015 toch niet laten gebeuren. Waarom wordt er geen onafhankelijke deskundige benoemd die een strategie uitstippelt en het proces beter gestalte geeft? Met alle respect, maar onze fractie heeft er geen vertrouwen in dat de ontmanteling zoals nu amateuristisch wordt voorbereid, goed geleid zal worden. Wij zetten grote vraagtekens bij de directeur en de bestuurders van Hameland. Staatssecretaris Kleinsma heeft in aanzien van de motie in de Tweede Kamer gesteld dat het bestuur zou moeten heroverwegen. Wethouder, wij geven u het dringende advies dit in het bestuur van Hameland in te brengen om het voorstel te heroverwegen. De amendement heeft onze fractie wel onderschreven. Met betrekking tot de motie, er wordt dus gesteld dat de commissie 3D eigenlijk daar het voortouw in zou moeten nemen. Dat vinden wij onjuist. We vinden gewoon dat dat in de hele gemeenteraad zou moeten. En daarom heeft onze fractie de zaak van de amendement van de motie niet ondertekend. De Partij van de Arbeid is blij met de steun in deze raad om het voorliggend voorstel geamendeerd over te nemen. Ook de motie is een belangrijke aanvulling op dit voorstel. Dat kon ook ondertussen bijna niet anders. Behalve de heldere taal van de insprekers tijdens de RTG en de informatieavond is ook het college van mening dat dit voorstel op wezenlijke punten te onduidelijk en vaag is. Belangrijk om voor ogen te houden is waar doen we het eigenlijk voor. Iedere gemeente zou als visitekaartje moeten gebruiken hoe je de positie van de minst kwetsbare burgers hebt geborgd en vastgelegd. Wij stellen vast dat daar tot op heden geen sprake van is. De onrust die dit teweeg brengt is groot en had ook voorkomen moeten worden. Het college komt het uitgewerkte voorstellen op de onderdelen terug naar de raad. Dat wachten we dus af. Wel willen wij nu aangeven dat expertise en know-how die bij de Hameland aanwezig is en niet met het padwater mag worden weggegooid. De herstructurering die bij Hameland heeft plaatsgevonden heeft niet alleen vele miljoenen gekost, maar heeft uiteindelijk ook een beter resultaat laten zien. Het zou de reinste verspilling zijn van overheidsgeld als we niet goed onderzoeken wat er behouden kan blijven. En we vragen met klem uw aandacht hiervoor en horen daarop graag een reactie van de wethouder op. De 6 stappen die Cederus omschreef tijdens de informatieavond zou u wat ons betreft stuk voor stuk moeten nalopen bij het ontwikkelen van de plannen. Belangrijk is de opmerking om nieuwe uitvoeringsmodellen af te zetten tegen de oude uitvoeringsmodellen. Gelijke monniken, gelijke kapper. De zaken eerlijk naast elkaar zetten en de raad volledig informeren. Gaat u de expertise van Cederus gebruiken bij het uitwerken van de plannen is onze vraag. Wij hebben tijdens de gesprekken van de afgelopen tijd ervaren dat er kritiek is op de gemeenschappelijke regeling. En ook dat er veel oud zeer zit bij de bestuurders van Hameland. En daar moeten we van weg. Als het AB of het DB van mening is dat er onvoldoende grip is in de gemeenschappelijke regeling, dan roepen ze een brevet van onvermogen over zichzelf uit. Zij zijn Hameland en verantwoordelijk voor de gang van zaken. Ik moet het nog heel mensen een slecht voorstellen, maar de wethouder die staat er niet achter. Die man staat erachter. Dus wie zijn wij dan om het voorstel te steunen? Een buitengewoon merkwaardige zaak moet ik zeggen. Het is een 2-1. Door een wethouder brengt een voorstel in de raad waar hij achter staat. Of hij zegt tegen zijn companen in andere gemeenten, dat ga ik niet doen, maar dan word ik afgemaakt. Wat nu ook gebeurt. Maar goed, dat is een ander verhaal. Hameland zelf heeft de afgelopen tijd veel informatie gekregen. Die organisatie vecht natuurlijk voor zijn bestaan, dat begrijp ik ook. Behalve dan de directeur, die heeft een andere opdracht kennelijk. Het lijkt me heel eigenaardig om een directeur te hebben die de organisatie opheft. Maar goed, dat gebeurt dan zo. We hebben weer veel informatie gekregen. De Hameland groep zelf zegt zelf, wij staan in het linker rijtje. Ik wijs erop dat er nog wel degelijk WSW-organisaties zijn die het nog veel beter doen. Ze zijn al lang geen kampioen in elk geval, de Hameland-beweging.
Ik heb het onderzocht, voorzitter, ik kijk mij vreemd aan, maar dat is zo. Er zijn WSW-organisaties waar geen gemeente geld heen hoeft. Die staan echt in het linkerrijtje. Maar goed, ik denk ook dat in deze raad geen fracties te vinden zijn voor het standpunt dat Hameland niet zou moeten worden ontmanteld. Waar het om gaat, is nu de zorgvuldigheid waarmee dat gebeurt. Ik vraag me ook af wat de consequenties zouden zijn geweest, wat uw standpunt zou zijn geweest als er in het transitieplan 20 miljoen had gestaan. Zou het dan anders geweest zijn? Nee, dat denk ik ook niet. We weten het niet. Ik denk dat een principebesluit best had gekund, maar het moet wel zorgvuldig gebeuren. En dat is de boodschap van deze avond. De Hameland-groep moet zorgvuldig getransitioneerd worden in wat, dat weten we nog niet. Misschien speelt Hameland er nog wel een rol in. Het is mij bekend dat binnen de Hameland plannen zijn om ook in de nieuwe participatiewet een rol te vervullen. Nou, laat dat maar gebeuren. De organisatie op zich is voor mij geen doel. Wat ik vind is dat er mensen zorgvuldig behandeld moeten worden. Dat kan volgens mij ook met het plan wat hiervoor ligt. Maar ik zie ook in dat daar een hoop onzekerheden in zitten en dat het ook afstraalt op de mensen waar het om gaat. En dat brengt ons ertoe om in elk geval ook de motie en de amendementen te ondersteunen. Dank u wel. Ten eerste wil ik de fractie van de ChristenUnie noemen dat het hier om kwetsbare mensen gaat die soms al heel lang binnen voor hen veilige kaders hun werk hebben mogen doen. Voor hen gaat er veel veranderen en dat brengt onzekerheid met zich mee. Een mens is meer dan een kostenpost. Daarom is het van belang dat het debat over meer gaat dan geld alleen. Zorgvuldigheid gaat hierin boven de snelheid. We hebben als gemeente besloten dat we zelf de participatiewet gaan uitvoeren. Dan kan Hameland in zijn huidige vorm niet blijven bestaan, maar wellicht kunnen delen van Hameland een rol spelen, bijvoorbeeld in de realisatie van de beschutte werken binnen. Er moeten dingen veranderen om mee te kunnen gaan in de ontwikkelingen die de participatiewet met zich meebrengt. We hebben het transitieplan bestudeerd. We vinden dit plan slecht uitgewerkt, bovendien is de datum 1 april 2016... waarop de ontmanteling gereed zou moeten zijn, ons inziens onrealistisch. De ondernemingsraad van Hameland heeft zich gewend tot de ondernemingskamer. Dit omdat ze vindt dat de directie van Hameland zich niet heeft gehouden aan de regels door geen advies te vragen over het totale transitieplan. Dus we zullen sowieso moeten wachten op de uitspraak van de ondernemingskamer die verwacht wordt in augustus. De fractie van de ChristenUnie neemt kennis van het transitieplan en vindt dat de voorgenomen ontmanteling van Hameland in ieder geval moet worden uitgesteld tot 1 juli van 2017. We willen het budget voor deze ontmanteling pas beschikbaar stellen wanneer er een onderbouwd en concreet plan aan de Raad wordt voorgelegd. Het college wordt daarom verzocht een plan van aanpak op te stellen voor de nieuw te vormen structuur voor alle SW-medewerkers die in de gemeente Aalten wonen. Hierbij dient aangegeven te worden welke alternatieven er zijn met betrekking tot het uitvoeren van de participatiewet. De werkgroep 3D kan meedenken over de nieuw te vormen structuur voor onze gemeente. We vragen het college de raad eens per kwartaal te informeren over de voortgang. Wij zijn mede-indieners van motie 4a en amendement 4.1 die deze strekking hebben. Wanneer deze worden aangenomen zal dit tot gevolg hebben dat we tijd kopen waarbinnen de directie van Hameland maatregelen kan nemen om de vele vakantie- en verlofuren weg te werken. Verder heeft de gemeente Haaksbergen dan ook meer tijd om te bepalen met welke gemeente zij wil samenwerken in de uitvoering van de participatie. Dus zover. Ik ga het zo eens zijn op dit onderwerp en ik ga het er nog aan toevoegen. Ik wou een paar brieven voorlezen of stukjes daaruit. Laten we haar Jannie noemen. In het begin moest ik heel erg wennen, want je ziet er van alles. Maar ik was zo blij dat ik weer een kans op de arbeidsmarkt kreeg en ik zou er dus ook niet voor mijn zweet voeten, om het maar zo te zeggen. Het was en zo fijn bij Hameland dat ik daar mezelf kon zijn. Ik hoefde niet op mijn tandvlees te lopen. En dan is het 23 april 2015. In plaats dat mijn contract verlengd wordt, trekt de gemeente de stekker eruit in verband met de participatiewet. Participatie is toch mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mee laten draaien en meedoen in de samenleving. Ik snap er geen bal meer van. Doe ik mee, ben ik op mijn plek en nu kan ik gaan. Ben ik dan alleen maar goed voor vrijwilligerswerk en mantelzorg met een WHO en toeslag tot bijstandsniveau? Dacht ik niet. Participatie is dat niet bijvoorbeeld 24 uur per dag, 7 dagen in de week als vrijwilligste gaan werken. Dat zat de wereld op zijn kop. Alles en iedereen wordt weggezuinigd. Hoe moet ik mijn hoofd nog boven water houden? Dan van mevrouw A.A.
Hamel heeft mij aangeboden dat ik 6 maanden daar kon werken en na 6 maanden zou ik een jaarcontract krijgen. Vanaf januari ben ik daar begonnen met het werken in Lichtenvoorde. Door werken zijn mijn sociale contacten verbeterd en zijn mijn angsten hierdoor verminderd. Na 5 maanden heb ik een brief ontvangen dat mijn contract niet verlengd wordt. Er zijn meerdere mensen die een ontslagbrief hebben gekregen en daarin het ontslag van per direct. Hamel heeft aangegeven dat dit door de gemeentes komt, waardoor zij ons niet bij de dienst kunnen houden. Hierdoor zijn veel mensen werkloos geworden. Mijn angsten zijn hierdoor verergerd en durven niet meer op straat te komen. Door het ontslag moet ik een groot bedrag betalen bij de Belastingdienst. Hierdoor krijg ik meer financiële problemen. Nou, daar gaat het om dit soort mensen die dit soort brieven schrijven. En dan gaat het wel over de mensen die een tijdelijk contract hadden en waar het contract van niet is voortgezet. En wat die zijn opgezegd door de gemeente, ook in de gemeente Aalten, tegen het advies van de koepelorganisatie Ceders in. En daar zit een groot deel van het ongenoegen. Raden zijn verantwoordelijk voor de zorg van de zwakste op de arbeidsmarkt, maar besluiten worden genomen in een AB en een DB die slechts na aandringen informatie geven. Zo konden we in de AB-notulen van 3 november, die we pas hebben gekregen, dat ook de wethouder uit Aalten akkoord is gegaan met het beëindigen van de tijdelijke contracten voor de mensen uit Aalten. Zonder dat de raad daarvan op de hoogte was. Een groot deel van deze mensen zit nu nog thuis. Heel slecht voor deze groep. Er zijn zelfs die vrijwilligerswerk doen met behoud van uitkering, daarbij zij tot 31 december een arbeidsovereenkomst met Hamand hadden. Is dat het maatwerk waarvan onze wethouder repte in die bestuursvergadering? En dit geeft dan meteen aan waar een groot deel van de pijn zit. Er worden besluiten genomen met verstrekkende gevolgen voor zwakke mensen op de arbeidsmarkt en de raad weet van niks. Hetzelfde gebeurt nu met het transitieplan. Er wordt een richting geschetst die niet is doordacht, waarvan deskundigen zeggen dat het niet de weg is. Waarvan alle mensen die er verstand van hebben, neem rustig de tijd, denk na over alternatieven en laat je niet leiden door emoties, rancune en chagrijn. Ik zal in de tweede ronde nog iets over die chagrijn en die rancune en die emoties vertellen en een oplossingsrichting schetsen waarbij natuurlijk mee op moeten komen. Wij gaan overigens volledig akkoord met de motie en met het amendement. Laat ik mee beginnen dat het voorstel dat het college gedaan heeft aan de raad heel sterk in de richting gaat van het amendement en de motie die ingediend zijn. Ik hoor uiteraard dat we niet tegen verandering zijn, maar wel tegen het tempo. En dat de raad daarin ook voor het grootste deel datgene ondersteunt wat in het collegevoorstel ook heeft gestaan. We hebben daar aangegeven dat we met het tempo het niet eens zijn en dat we meer onderbouwde plannen zouden willen zien vanuit Hameland. In de voorlichting is dat ook nog weer een keer aan de orde gekomen. Dat betekent, als ik het kort samenvat, dat het college kan instemmen met zowel de motie als het amendement, dat we dit ter kennis kunnen gaan brengen van het DB en het AB in Hameland. Ik wijs u er wel op dat binnen Hameland, de gemeenschappelijke regeling Hameland, waarbij meerderheid besloten wordt, dat kan dus betekenen dat op een andere manier uitvoering gegeven wordt aan datgene wat wij hier aan veranderingsvoorstel bekend zullen maken in het DB en het AB van Hameland. Ik ben even aan het kijken. Wij willen in de 3D-raad extra informatie geven, zodat de raad constant op de hoogte is via een afvaardiging in de 3D-raad. Dat wil niet zeggen dat wij dit soort dingen niet in de raad zullen brengen. Die zullen ook normaal gesproken gewoon in de raad komen. Dan kunnen data ook naar achteren gelegd worden. Ook in het transitieplan staat dat
zorgvuldigheid boven snelheid gaat. Dus u mag verwachten dat het college van Aalten ook de zorgvuldigheid bovenaan heeft staan en zich niet laat opjagen door snelheid en krachten. Dank u wel even voor de goede woorden. Ik heb nog een hier nog even op reageren. Ja, ja, zeker, maar ik wou even voor de goede woorden, want ik heb het vinger zien. Ik heb genoteerd, meneer Walter is dan het woord en dan even mevrouw Norman. Die... Werkgroepen die weliswaar, waar wij van vinden dat het proces daarin verkeerd gelopen is, en de werkgroepen worden nu gevuld. Dat betekent dat er ook een werkgroep gevuld wordt die zich gaat buigen over de financiën. Ik kan u meedelen dat de trekker daarvan uit de gemeente Aalten komt. En wij verwachten dat, wij zijn ervan overtuigd dat dat in goede handen is. Dank u wel, mevrouw Norman. Dank u wel. Begrijp ik uit de woorden van de wethouder dat hij wel, voor zover het in zijn vermogen ligt, aan invloed zal aanwenden om de gemeentes die er anders over te denken weer op het rechte pad te krijgen? Het rechte pad? Die laatste is voor u, het rechte pad. Wij zullen er alles aan doen om, de gemeenten die mede GR vormen, om die mee te krijgen in het idee wat hier in Aalten leeft. Meneer Veldhuis, is dat voldoende voor u zo? Ik dacht u... Kom maar even, dank u wel. Oh, uitstekend. Bijvoorbeeld Severus is te constateren. Nou, dat lijkt me een goede. Kijk, die hebben een uitgesproken mening erover. Die geven ook aan hoe zo'n proces gaat. Die hebben ervaring met anderen. En dan zeg ik van, medebestuursleden, proberen in ieder geval een lijn erin te krijgen. Maar nu begint voor aanhegging binnen de Haanland bestuur te vinden. Ja, dat laatste is mededeling. Meneer Wittering heeft het woord. Op vragen van mevrouw Altstede. Met alle respect trekt u toch weer mist op. En dat moet niet. Wij besluiten hier dat wij vinden dat de ontmanteling moet worden uitgesteld. En u heeft dan over een plan dat dan in de boezem van de gemeente Aalten wellicht werkt of ontworpen is, wat wij niet kennen. Onderdelen arbeidsmatige dagbesteding en zo. Ik wijs erop dat we nu hebben op mensen met een SW-indicatie en een CAO-verband. Zowel beschut binnen als gedetacheerden. En daar komt u gewoon niet aan. Het CAO is wat dat betreft een verworven recht in Nederland. Mensen hebben een CAO. En die horen niet vanuit een CAO en van een dienstverband van Hameland naar een dagbesteding met een uitkering gestuurd te worden. Dat waren ook de twee voorbeelden die ik net noemde. Waar ik nog een robbertje graag met u over een keer willen vechten. Niet in deze zaal nu. Maar daar wil ik ook u over verantwoordelijkheid laten afleggen. Mevrouw van Altstede wekt en ook de heer Bruil zei dat. Ja, wij zijn niet tegen ontmanteling. Nou, dat weet ik nog helemaal niet. Dan maken we precies dezelfde fout als het transitieplan maakt. Je begint te zeggen, we gaan ontmantelen. En vervolgens ga je eens uitzoeken hoe je het dan moet doen. Want in het Binnenlands Bestuur van dit weekend, uitstekend artikel, Leo Wiegman van de FNV gezegd heeft, je gaat oude schoenen weggooien, terwijl je nog geen passende nieuwe hebt. En dat moeten we niet doen. En mijn oproep aan u is, probeer uw medebestuursleden, wie het ook mogen zijn, en wat ze voor kakofonie van geluiden, zo ook allemaal in de pers naar voren brengen, te overtuigen. Stel dit besluit uit, dat kan op 9 juli nog. Kom bij zinnen, ga een nieuw plan maken met alle betrokkenen, met alle deskundigheid. En voor de langere termijn, zou ik zeggen, en dan sluit ik me aan bij de heer Veldhuizen. Ik wil nog eens goed nadenken met u, met deze raad, over het functioneren van deze gemeenschappelijke regeling. Ook Wiegman in datzelfde artikel zegt, je bent er niet met het opheffen van die gemeenschappelijke regeling. Jan-Jaap de Haan zei dat bij het noorden. Je bent er niet met het opheffen van deze gemeenschappelijke regeling. Er is chagrijn in Nederland over de sociale werkvoorziening. Dat moet je zien te voorkomen. Ik stel bijvoorbeeld voor dat wij ook een klankbordgroep of iets dergelijks van raadsleden, regio breed, hierover laten nadenken. Dat wordt opgegeven, dan wordt het opgegeven. Dus de gemeenteraad is daarvoor nodig, dat is niet het algemeen bestuur. En de vraag is vervolgens, kunnen die dan ook een greep in onze portemonnee doen? Want in het raadsvoorstel worden twee dingen voorgesteld. A, ontmanteling. B,
beschikbaar stellen van die 2,2 miljoen. En dat laatste kan volgens mij niet juist zijn dat het dat dan de gemeenteraad van Berkelland beslist of wij die 2 miljoen beschikbaar stellen. Nee, er wordt wel gekeken naar de verhoudingen binnen het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. En voor zover mijn kennis gaat, maar die gaat niet ver, ten aanzien van de juridische aspecten, is het zo dat u gewoon de rekening krijgt. Maar dat zullen we voor u nazoeken. Ja, heel graag. Dank u. Overigens,